Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 8 maart 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Gisteren had ik dus een kleine faux pas bij het onderwerp over DV Mega, waardoor ik eigenlijk ook gemist heb dat het eigenlijk een behoorlijk groot nieuwsonderwerp is. Het blijkt dat de DV Mega hotspot voor Raspberry Pi en de Arduino dualband radio ook werken voor DMR. Dat was eerder alleen voor D-Star. Voor een bestaande DVMega is het wel nodig om een nieuwe firmware in te programmeren. Dat kan via een Arduino, maar er zijn meer methoden. Behalve de bestaande hotspot van DVMega heb je voor de nieuwe mogelijkheden het volgende nodig. De al genoemde nieuwe firmware en daarnaast een BlueStack Micro Basic of Plus. Dat is een printje dat €35 kost. En daarnaast heb je nog een Android-apparaat met Bluetooth nodig voor de bediening van de hotspot. Uiteraard heb je om een hotspot te kunnen gebruiken ook nog een transceiver nodig. Voor D-Star is dat een D-Star-apparaat en DMR als je wat met DMR wilt doen. Er wordt op dit moment ook gewerkt aan ondersteuning voor de MMDVM-host van G4KLX, al dus Guus. Er kunnen al gesprekken worden gevoerd op DMR via Brandmeister. Samen met Jonathan moeten er echter nog wat plooitjes platgestreken worden. Deze optie zal op zeer korte termijn beschikbaar komen, al dus P1 PLM. Verder wordt er ook door DL2MF, de maker van het DV4 Compact Control Panel, gewerkt aan ondersteuning van de DV-Mega. Een website met informatie en een filmpje met een demo is te vinden op www.pa7lim.nl/bluespot. Dat is dus www.papaalfa7limaindiamike.nl/bluespot. En natuurlijk op de site van DVMega zelf, dvmega.aurea.nl. Guus is trouwens vanavond vanaf 20:30 aanwezig in de D-Star-ronde op XRF088B. En hij zal daarover deze producten vertellen en ook beschikbaar zijn voor vragen. De Mighty KBC, waar ik ook voor werk, stopt op 27 maart met haar Europese uitzending op de Korte Golf op 6095. Het is nog niet zeker of de uitzending waar ik zelf sinds 2 jaar ook een bijdrage lever op 6040 kHz richting de Verenigde Staten en Canada, of die ook blijft uitzenden. Wel worden er verbeteringen uitgevoerd aan de uitzendingen op 1602 kHz en op DAP Plus van het radiostation. Op hammenteken.dmr.nl is een unboxing filmpje te zien met daarin de nieuwe Taitera MD390 portofoon. Ja, en dan is er een nieuwe zendbeperking bij. Dat is in Amersfoort, dinsdag 22 maart tot en met donderdag 24 maart op 2, 3, 4, 5 MHz. Bandbreedte 8 MHz en het is vanwege de Passion. Een amateur uit de Achterhoek is een helderziende lijn voor zendamateurs begonnen. Op het 0906 nummer van de lijn, die draait onder de naam Propagation Vision, kun je je voor 45 cent per minuut door een astroloog of een tarotkaartlegger laten voorspellen of je dit jaar de DXCC 700 op 160 meter nog gaat werken en of je een klassering van enige betekenis zult hebben in de PACC contest of de DKARS Koninkrijkscontest. Dat het voorgaande item dus integraal verzonnen is. Ja, dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar goed, we gaan nu heel serieus verder. Vandaag het begin van de eerder aangekondigde serie over het begin en het vervolg van onze zendhobby. Waar komt die rare hobby van ons toch vandaan? En hoe en wanneer is het begonnen? Kortom, deel 1 van een serie over de geschiedenis van onze amateurhobby. Ons hobby begint in feite direct nadat radiogolven voor het eerst in een communicatiesysteem werden gebruikt. Er bestonden toen al een halve eeuw telegrafienetwerken, dus via draden. En gebruik van telefoonnetwerken kwam net op voor de eeuwwisseling van het jaar 1900. Heinrich Rudolf Hertz ontdekte de radiogolven in 1888. 2 jaar later was het Marconi die radiogolven voor het eerst in een communicatiesysteem gebruikte. De voorloper van het zendamateurisme waren waarschijnlijk hobbyisten die in de jaren 90 van de 19e eeuw eigen telegrafienetwerken via draden opzetten. Niet voor commerciële doelen, maar uitsluitend voor gebruik door meer dan 2 amateurs. Na het succes van Marconi en zijn radioverbinding begonnen meer mensen, ook particulieren, met deze uitvinding te experimenteren. Veel informatie was er destijds niet en zelfs de term radio was nog niet eens in gebruik. Men sprak van een hertziaanse golf. Rond 1900 kwamen de eerste amateurtijdschriften op, zoals het blad Amateur Work uit 1901, die al een simpel zend- en ontvangsysteem voor radiogolven beschreef. In 1904 waren er 2 middelbare scholieren uit Boston die de kranten haalden doordat ze een zender en een ontvanger wisten te bouwen waarmee ze een afstand van 12 kilometer wisten te overbruggen. De eerste commercieel gemaakte amateurzendontvanger voor telegrafie die kwam beschikbaar in het jaar 1905. Ja, meer in deel 2 van deze serie over de historie van de zendamateur.
Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Lodewijk, zeg nog eens Tesla, dat vind ik zo leuk. We lossen er problemen, milieuproblemen mee op. En microfoon naar retour. Ja, dat weet ik wel, Lodewijk, maar zeg nou nog eens Tesla als je dat wilt. Ja, jongen, dat is echt ongelooflijk. Dat hebben ze al van tevoren bedacht, hè, want dat konden ze zien. En microfoon naar retour. Nee, Tesla, doe dan. Dat is een soort algemene trend die iedereen om zich heen wel kan zien, denk ik. En gerecycled, hè. Ik ben daar tegen. En microfoon naar retour. Lodewijk, luister nou toch eens alsjeblieft voor mij, zeg dan een keertje Tesla. Hij komt nu, iedere week komt er een nieuw film van Elon Musk op internet. En microfoon naar retour. Tesla, Lodewijk, Tesla, het is echt niet moeilijk. Ik dring volgens mij niet echt tot hem door. Dus je kan dat proberen tegen te houden en je kan dat ook proberen om dat met open armen te ontvangen. En daar open voor te staan, hè. En microfoon naar retour. Ik probeer wat anders. Lodewijk, klopt het verhaal dat je binnenkort net als PA0ETE ook een paar katten in huis krijgt? Het is nog een gerucht, maar het gonst. Het kan eigenlijk niet anders zijn dan waar zijn. Verandering is ook vernieuwing. En microfoon naar retour.